Sommige dieren zijn geboren om vrij te zijn. Nou ja, letterlijk. Vandaag tonen we je 10 dieren die je nooit in een dierentuin zal zien. We hebben een buitengewone line-up van vogels, eenhoornzoogdieren, diepzeewezens, van nature geboren moordenaars en nog veel meer. Dus pak wat popcorn, vandaag wordt het spannend en interessant. Amazing! Woohoo! 10. Narwal. Dit dier lijkt zo sprekend op een eenhoorn dat het de eenhoorn van de zee wordt genoemd. Narwallen hebben een lange slagtand die uit hun kop steekt. De slagtand van een narwal is eigenlijk een vergrote tand die wel 3 meter lang kan zijn. Sommige narwallen kunnen ook 2 slagtanden hebben. De slagtand heeft tot 10 miljoen zenuwuiteinden en wordt gebruikt als zintuig. Wetenschappers hebben via deze indrukwekkende beelden voor het eerst videomateriaal verzameld waaruit blijkt dat narwallen deze slagtand ook gebruiken om zich te voeden. Narwallen leven het hele jaar door in het Arctische gebied en brengen soms wel 5 maanden onder dik ijs door. Mannelijke narwallen kunnen tot 1500 meter onder de zeespiegel duiken, wat bijna gelijk is aan de hoogte van een kleine berg. Mannelijke narwallen wrijven over hun slagtanden om te communiceren over dingen als hoe het water was, waar ze op doorreis geweest zijn. Is dat niet fantastisch? Narwallen zijn in geen enkele dierentuin te vinden. De volgende is een indrukwekkend dier uit het woud, dat weigert in een dierentuin te leven. 9. Berggorilla. Berggorilla's leven hoog in bergbossen en dat is geen slechte plaats om te wonen, eerlijk gezegd. Ik zou ook het liefst hoog in de bergen wonen, net als deze gorilla's. Maar ik moet in de stad wonen en deze fantastische video's voor jullie maken, anders vervelen jullie je. Dat zou mij verdrietig maken. Er zijn nog maar ongeveer 1000 berggorilla's op aarde, dus dit prachtige dier staat op de lijst van bedreigde diersoorten. Berggorilla's hebben een dikkere en langere vacht dan andere gorilla's, waardoor ze goed bestand zijn tegen het koude weer. Met veel moeite werden in de jaren 70 en de jaren 80 levende baby's van berggorilla's gevangen. Geen van hen heeft het echter in gevangenschap overleefd. En op dit ogenblik tref je in geen enkele dierentuin ter wereld een berggorilla aan. De populatie van de berggorilla is de laatste jaren wel toegenomen dankzij de beschermingsmaatregelen. Het volgende dier op onze lijst is misschien ook het meest verrassende. Je zal snel ontdekken waarom. 8. Boerenzwaluw. Boerenzwaluwen komen overal voor en je zou denken dat ze zeker in een dierentuin te vinden zijn. Maar eigenlijk is het heel moeilijk om zwaluwen in gevangenschap te houden. De reden is dat zwaluwen het grootste deel van hun tijd vliegend doorbrengen. En dat kan in een dierentuin niet worden nagebootst. Ook vangen zwaluwen hun voedsel in de lucht. Dat betekent dat rondvliegende insecten hun voornaamste voedsel zijn en ook dat is onmogelijk in een dierentuin. Net als sommige andere dieren in deze video zijn boerenzwaluwen niet met uitsterven bedreigd. In feite zijn het de meest verspreide zwaluwsoorten over de hele wereld. In het voorjaar worden boerenzwaluwen zelfs vaak als ongedierte beschouwd, vanwege de schade die zij toebrengen aan gewassen en eigendommen. Boerenzwaluwen kunnen binnen 24 uur een nest maken en dat kan vervelend zijn, want ze kunnen een nest maken in huizen van mensen en elektrische apparatuur, zoals een airco. Het volgende is een prachtig uitziend zeldzaam dier dat misschien ook wel het schattigste dier van deze lijst is. 7. Gordelmol. De gordelmol is een heel schuw beestje dat een zachte, zijdeachtige geel-witte vacht heeft, een roze schild en kleine oogjes. Het is ook de kleinste gordeldiersoort ter wereld. Het is bekend dat gordelmollen zeldzaam zijn, maar ze zijn niet bij de bedreigde soorten ingedeeld omdat er niet genoeg gegevens over hun populatie beschikbaar zijn. Deze uiterst zeldzame dieren zijn zeer gevoelig voor stress en daarom kunnen ze niet in gevangenschap gehouden worden. In totaal zijn er maar 3 meldingen van deze schattige gordeldieren die ooit in gevangenschap overleefd hebben. In 1970, 1985 en 2009 gedurende respectievelijk 30 maanden, 22 maanden en 8 maanden. Gewoonlijk overleven ze in gevangenschap niet langer dan een paar uur tot enkele dagen. Op dit moment zijn er dus nergens ter wereld in een dierentuin deze prachtige dieren te vinden. De gordelmol is ook uniek, want het komt alleen in Centraal Argentinië voor. Het volgende dier werd pas in 1961 voor het eerst op video vastgelegd, tijdens een expeditie van David Attenborough. 6. Indri. De Indri is een reusachtige, sympathieke makie uit de bossen van Madagaskar. Het is één van de grootste makies die nog in de wereld bestaan. De Indri wordt door de mensen van Madagaskar als heilig beschouwd en zij hebben vele verhalen die zijn oorsprong verklaren. De Indri is volledig vegetarisch, leeft in monogame relaties en gaat alleen na de dood van zijn partner op zoek naar een nieuwe partner. De samenleving waarin de Indri leven wordt door vrouwen gedomineerd. Dat wil zeggen dat vrouwelijke Indri's de baas zijn. Het grappigste feit over Indri's is dat veel Indri's een uitgekozen poepplaats hebben en gezamenlijk urineren en poepen. Stel je eens voor dat de mens zo zou leven. Hoe dan ook, een ander verbazingwekkend gedrag van deze unieke makie is de verering van de zon.
Elke morgen zit de Indri met de handpalmen naar buiten gericht of rustend op de knieën en kijkt met halfgesloten ogen naar de zon. Indri's overleven nooit in gevangenschap en er zijn meldingen van slechts één Indri die meer dan een jaar in gevangenschap heeft overleefd. Verbazingwekkend, nietwaar? 5. Kolossale inktvis. De kolossale inktvis is schuw en ziet eruit als een zeemonster met tentakels die lijken alsof ze van een andere planeet komen. De kolossale inktvis kan tot 250 kilogram wegen en dat is één van de redenen waarom het niet praktisch is om hem in een aquarium te houden. De kolossale inktvis is het op één na grootste weekdier en het is zo zeldzaam er één in het wild te vinden dat een zeebioloog een foto van de kolossale inktvis beschreef als het meest zeldzame beeld in de geschiedenis van natuurfotografie. Tot nu toe is hij slechts 2 of 3 keer gefotografeerd of op video vastgelegd in zijn natuurlijke leefomgeving en dat heeft uw onderzoekers veel moeite gekost. Terwijl het zo moeilijk is om dit zeldzame dier te vinden, werd deze pechvogel, of moeten wij zeggen geluksvogel, op zijn surfplank aangevallen door een kolossale inktvis. De kolossale inktvis is een jager en gebruikt zijn tentakels om de prooi naar zijn bek te duwen, waar hij die verscheurt en dan doorslikt. 4. Javaanse neushoorn. De Javaanse neushoorn kwam ooit voor in vele delen van Zuidoost-Azië, onder meer in India en de Sundarbans. Maar nu zijn er nog maar 60 exemplaren over in een nationaal park op Java, Indonesië. Als wij deze kleine populatie verliezen, zal de Javaanse neushoorn uitsterven. De Javaanse neushoorn is wellicht het zeldzaamste grote zoogdier op de planeet. Er bestaat slechts 1 gekende populatie in het wild. Er zijn maar heel weinig Javaanse neushoorns in dierentuinen tentoongesteld. De laatste stierf in 1907 in de dierentuin van Adelaide in Australië, waar hij tentoongesteld werd als een grote eenhoorige neushoorn, die eigenlijk anders is dan de Javaanse neushoorn. De Javaanse neushoorn kan maar liefst 2300 kilogram wegen. Javaanse neushoorns hebben het nooit goed gedaan in een dierentuin. Slechts ongeveer 22 zijn er ooit in een dierentuin gehouden en slechts 1 Javaanse neushoorn leefde tot 20 jaar in gevangenschap. In het wild worden ze gemakkelijk 40 jaar oud. De volgende vogel die we je tonen zal je verbazen. 3. Kakapo. Hier zie je de kakapo, één van de meest unieke vogels ter wereld. De kakapo is zo eigenaardig dat hij onderverdeeld wordt in zijn eigen diersoort, de strigopini. De kakapo ziet eruit als een kruising tussen een uil en een papegaai en hij wordt soms de papegaai-uil genoemd. Hoewel de kakapo eigenlijk een papegaai is. Het is 's werelds zwaarste papegaai en levend op een plek die vrij was van roofdieren, verloor de kakapo zijn vermogen om te vliegen. De kakapo is inheems in Nieuw-Zeeland. Maar toen honden, katten en andere roofdieren door de Europeanen in Nieuw-Zeeland geïntroduceerd werden, slonk de kakapo-populatie. Momenteel zijn er nog maar 201 kakapo's in het wild. De wilde populatie van kakapo's is beperkt tot slechts 2 eilanden waar geen roofdieren voorkomen. Op dit moment zijn er geen kakapo's in gevangenschap, ook niet in een dierentuin. De kakapo komt 's nachts naar buiten om te jagen en kan tot 100 jaar oud worden. Wauw, dat is echt ongelooflijk. 2. Walia steenbok. De Walia steenbok is een ernstig bedreigde soort steenbokken die alleen voorkomt in de noordelijke bergen van Ethiopië. Er leven nu nog maar 500 Walia steenbokken in het wild. Hun populatie is verminderd door illegale stroperij en aantasting van hun leefgebied. De Walia steenbok is een spectaculair dier dat tot 125 kilogram kan wegen. Ze dragen grote hoorns die naar achteren buigen en gebruikt worden bij de machtsstrijd tussen mannelijke steenbokken. De vrouwelijke Walia steenbok heeft ook hoorns, maar ze zijn korter en dunner. De vrouwtjes wegen ook minder dan de mannetjes en zijn veel lichter gekleurd. Terwijl de mannetjes kastanjekleurig zijn, zijn de vrouwtjes bijna wit. Walia steenbokken leven in kuddes die variëren van 5 tot 20 dieren. Deze steenbokken bewonen hoge bergkliffen en rotsachtige gebieden die variëren van 2500 meter tot 4500 meter. Je zal nooit een Walia steenbok in een dierentuin aantreffen, maar de IUCN raadt aan te proberen een populatie in gevangenschap te houden om deze majesteuze dieren te beschermen tegen uitsterven. Op dit moment leven er geen in gevangenschap. 1. Witte haai. Nu is het tijd voor een van de grootste roofdieren van de natuur. De angstaanjagende witte haai. De witte haai is een van de langst levende kraakbeenvissen die men ooit gekend heeft. In een dierentuin heeft hij nooit lang overleefd. In 2016 kreeg het Japanse Okinawa Churaumi Aquarium een 3,5 meter lange mannelijke witte haai die gevangen was voor de kust van Japan. Dagenlang was het de enige witte haai in gevangenschap in de hele wereld. Het liep echter uit de hand toen het dier weigerde voedsel te eten en met zijn neus tegen de glazen wanden begon te bonken. De reden zou kunnen zijn dat witte haaien gebruik maken van elektroreceptie. Ze voelen voortdurend zwakke elektrische stroom in het water en gebruiken die om te navigeren. Omdat glazen wanden bijna geen elektrische lading afgeven, zou dat kunnen verklaren waarom in gevangenschap gehouden witte haaien voortdurend met hun neus tegen de glazen wanden bonken.
Witte haaien zijn ook vaak aangetroffen terwijl ze de hele Atlantische Oceaan overstaken en de andere kant van de wereld bereikten. Dit is moeilijk na te bootsen in een aquarium. Ik denk dat de witte haai geboren is om vrij te zijn. Je zal deze dieren nooit in een dierentuin zien, maar je hebt deze dieren hier gezien. Laat me in de comments hieronder weten welk dier het meest fascinerend was en waarom. Tot de volgende keer!